hebben we nu hier een oude bekende, Jaap Bont. Anderhalf jaar geleden afgezwaaid hier in Landsmeer. Toen wethouder geworden in Volendam. Eigenlijk hadden wij gedacht, van over een tijdje gaan we eens al die bestuurders opzoeken die hier in Landsmeer iets gedaan hebben. Een Bernd Snijders, een Harry Groen, een Jaap Bont. Hoe gaat het daarmee? We zijn toch bij jou terechtgekomen nu al, omdat je eigenlijk de afgelopen 4 weken eigenlijk landelijk nieuws geworden bent. Als je internet opslaat dan, en je tikt Jaap Bont in, dan krijg je wel 250 links. Want, Jaap Bont, je bent weggestuurd door het college of door de gemeenteraad. Waarom? Dat klopt. De directe aanleiding was een discussie rondom de veiligheid in en rond de horeca. Specifiek met de kermis, die gelukkig goed verlopen is, moet ik zeggen. En een uitspraak van mij in die discussie op een internetforum. Ja. En daar is men nogal onrustig van geworden, zal ik maar zeggen. Laat me horen. Ja. Dat heeft geleid tot een motie van wantrouwen van ingediend door het CDA. En die uiteindelijk is gesteund door een krappe meerderheid van de gemeenteraad. Maar goed, dat is dan is het wel einde oefening. Ja. Het begon rond 24 augustus. Toen werd er een motie ingediend en men wilde dat jij wegging. Die motie was ingediend naar aanleiding van uitspraken die je had gedaan op een internetforum. Ik lees het even voor. In 2001, schreef jij, hadden we zware tegenslag. Mede als gevolg van het kruipen voor de horecaveermannen en de door hen gemanipuleerde politieke opinie door het CDA-gemeentebestuur. Stierven er 14 kinderen en raakten er vele tientallen zwaar gewond. Vind ik een pittige uitspraak? Ja, dat is een harde constatering die ik overigens niet gedaan heb, maar die voor mij in al een rapport is opgetekend. Ja, het is natuurlijk vervelend als je daaraan herinnerd wordt, maar in het kader van die discussie vond ik dat nodig, omdat we met z'n allen toch weer aan het afleiden waren naar een situatie waarvan ik in ieder geval vind dat die niet veilig was. Mm-hmm. Maar zo'n harde uitspraak als politicus, kun je die maken om het CDA verantwoordelijk te stellen voor de dood van 14 kinderen? Ik denk van wel. Want je beschuldigt daar nogal. Dit is een heel harde uitspraak. De formulering is niet helemaal correct. Dat heb ik ook toegegeven. Mm. En daarvoor heb ik ook mijn excuses aangeboden. Maar in principe is dat natuurlijk wel wat er aan de hand was. Want wat was er aan de hand in Volendam? Wanneer? Op dit moment. Nou, op dit moment, de kermis zat eraan te komen. Het college had rondom de kermis een aantal besluiten genomen in kader van de veiligheid op straat en in de horeca. Er was een hetze opgestart door de horeca tegen het collegebesluit. Uiteindelijk ook specifiek gericht op mijn persoon, omdat men mij... En dat is terecht, zag als degene die wat dat betreft het meest of het minst wankel was. Mm. Ik wilde niet aanzien dat die maatregelen onder druk zouden komen. Dat gevoel kreeg ik wel. En die maatregelen waren? Ja, dat is een heel schaal aan maatregelen. Dat voert veel te ver om dat hier uit te leggen. Maar het heeft te maken met... managen tussen aanhalingstekens dan van de hoeveelheid mensen op bepaalde tijden, op bepaalde plekken. Voorschriften met betrekking tot de hoeveelheid mensen die in de gebouwen aanwezig mogen zijn, in combinatie met mensen die daar buiten staan enzovoort. Ja. Goed, men start dan een hetze tegen jou en dan kom jij tot zo'n uitspraak. Komt die ook tot stand door een ballast van frustratie op je rug? Van dat je constant ziet dat bepaalde machthebbers het ook te zeggen hebben in de politiek, dat dingen verdoezeld worden? Nou, wat je ziet is dat er een behoorlijke beïnvloeding is tussen aan de ene kant bepaalde beroepsgroepen in een gemeenschap en aan de andere kant het gemeentebestuur. Ja. Dat ging nu zo hard dat ik vond dat het afgeremd moest worden. Ja. Dan zeg je, ja, Bont, jongens, op die, zeg maar, rond die 24, ik stap niet op. Nee, maar goed, kijk, dat is natuurlijk toch de manier waarop dat gaat, naar mijn mening. Mm. Er werd een motie van wantrouwen aangenomen. En in feite was dat een motie waarin het vertrouwen in mij werd opgezegd.
Men heeft toen aan mij gevraagd, ja, hoe reageer je hierop? Mm. Ik heb toen gezegd, jongens, daar schrijf ik maandag een brief over. Mm. Normaal gesproken volgt een, of wordt een motie van wantrouwen gevolgd door een ontslagbrief van een wethouder. Mm. Een wethouder moet schriftelijk ontslag nemen, dat had ik daar op dat moment niet paraat. En, ik heb toen gezegd, ik schrijf maandag een korte en een saaie brief. Met daarin mijn standpunt. En, nou, in het weekend is overleg geweest. Ik heb toen in overleg met mijn fractie besloten om nog geen ontslag te nemen. Dat heb ik ook gezegd in die brief. Dat ik vooralsnog even geen stap onder hem. Ja, en dan, daarna kan een ontslag besluit door de raad volgen. Daar moet dan een raadsvergadering voor zijn en een agendapunt. En die is er gekomen. We hebben daar twee rondes discussie gehad. Zoals ik ook gevraagd had over het onderwerp. En aan het einde van de tweede ronde heb ik mijn ontslagbrief deze keer schriftelijk en ondertekend aan de burgemeester overhandigd. Je zegt de vertroebeling tussen zeg maar persoonlijke zaken en politiek, hè? Dat is eigenlijk de oorzaak die je zag. Ja, laten we zeggen de vermenging van, ja. Van belangen. Ja. Vanuit bepaalde beroepsgroepen werd er een hele grote druk, in dit geval was de horeca even. Ja. Een hele grote druk op gemeentebestuur uitgeoefend om veiligheidsmaatregelen terug te draaien. Er werden persoonlijke hetzes gevoerd. Men heeft op een gegeven moment posters met allerlei opruiende teksten door het hele dorp heen op verkeerde borden en lantaarnpalen geplakt. Ja. En er stond mijn kop op. Nou ja, dat gaat heel ver. Ja. Voor ik vraag, hoe voel je dan maar? Die vermenging van belangen, hè? Van beroepsgroepen en politiek. In hoeverre is die synoniem voor Volendam? Gebeurt die ook in andere dorpen? Ik denk dat het overal gebeurt. Niet altijd even openlijk. In dit geval was het wel heel duidelijk, moet ik zeggen. Maar ik denk dat dat in elke gemeenschap gebeurt. Ook in Landsmeer? Zelfs in Landsmeer. Ja. Maar heel anders. Ja. Hoe anders? Ja, dan gaat er hier een beerpunt over. Nee, ik vind dat heel moeilijk uit te leggen. Het gaat in de anderhalf jaar dat ik hier gezeten heb, zie je gewoon dat er belangengroepen zijn. Die strijden allemaal voor een bepaald belang. Dat mag ook, hè? Dat hoort ook zo. En ja, dan is er wisselwerking. Openlijk en minder openlijk. Dat is allemaal prima. Daar is eigenlijk helemaal niets mis mee, zolang dat niet bepaalde grenzen overschrijdt. Mm-mm. En zolang daardoor maar niet bepaalde zaken in gevaar komen die niet in gevaar mogen komen. Dan loopt Jaap Bont door Volendam, dan ziet hij zijn kop aan de lantaarnpalen hangen met teksten eronder. En dan denkt hij, zal ik nog maar alles meer? Nou, het eerste wat ik dacht toen ik hem zag hangen, van verdorie, waarom hebben ze dat nou niet in kleur gemaakt? Want het waren wat voddige zwart-wit kopieën. Ach goed, dat is een jaarbon dan door. Ja, dat ben ik dan. Ja, okay. Dat is de eerste gedachte die ik krijg. En vervolgens denk ik van, ze zijn uit een hol gekropen. Dit maakt het wel duidelijk. Maar wat doet het met jou? Ik bedoel, daar snap je de politiek niet voor in, om eigenlijk de kop van Jut te zijn. Nee, maar dat hoort er wel bij. Ja. En dat weet je gewoon. Als je daarin stapt, dan kun je proberen. Als je probeert wat te doen en wat te bereiken, dan weet je gewoon dat je tegenstand ontmoet. En bij elk besluit wat je neemt, maak je vrienden en vijanden. Dat is, dat is zo in de politiek. En dat moet je gewoon kunnen accepteren.